Philips komt aanstaande maandag met cijfers. Afgelopen kwartalen waren al heel erg sterk meevallend. De verwachtingen voor dit kwartaal zijn ook hoog gespannen. Beleggers zullen als eerst al eventjes naar de General Electric cijfers kijken die vrijdag uitkomen. Want een aantal gebieden zoals Lightning en Healthcare hebben zij ook. Dus vandaar dat we op die sectoren al een beetje inzage krijgen. Nou, als we naar Healthcare gaan kijken, dat viel ontzettend mee. Beleggers waren vorige keer erg terughoudend over die sector. Omdat ze verwachten dat alle bezuinigingsmaatregelen ervoor zorgden dat die omzet daar onder druk stond. Nou, met name emerging markets en een aantal andere gebieden vielen toch wel mee. Dus dat was een duidelijk plus. We verwachten dat dit keer door zal zetten. Bij Lightning zie je dat het over het algemeen redelijk bouw- en auto-gerelateerd is. En dat was toch een stuk beter dan verwacht. Als je naar de onderliggende markten kijkt, zou je niet zo positief hoeven zijn. Maar ook daar lieten ze mooie resultaten zien. Dus ook daar gaan we van een voortgaande trend uit. En het laatste is Consumer Lifestyle. Daar had Philips ontzettend veel profijt van het toenemende omzetten in emerging markets. Ik zeg altijd maar, ja, als je naar Nederland gaat kijken, dat is 3-4% van de omzet. En als je naar China gaat kijken, dat is 12% van de omzet. Oftewel, dan zie je al hoe belangrijk die emerging markets zijn. En daar zal dan ook de groei vandaan moeten komen. Nou, als je dat ook nog eens koppelt aan flinke kostenbesparingen, dan snap je wel waarom die omzetten minus de kosten leiden tot zo'n mooi bedrijfsresultaat. Voor aanstaande maandag wordt een bedrijfsresultaat van 508 miljoen euro verwacht. Dus dat is het cijfer waar iedereen het uiteindelijke cijfer aan zal afmeten. En als laatste zijn er nog diverse beleggers die hopen dat Philips een nieuwe share buyback gaat aankondigen. En in principe kan dat ook wel, want ze hebben vrijwel geen schuld op de balans staan. Dus de mogelijkheden zijn in ieder geval daartoe aanwezig.